Goed nieuws voor mensen met een behoorlijke spaarpot, want de kans bestaat dat ze straks een stuk minder belasting hoeven te betalen. Misschien krijgen die grote spaarders zelfs wel geld terug van de Belastingdienst. Dat komt door een uitspraak van de Hoge Raad. Die gaat over de vermogensbelasting. Dat is de belasting die Nederlanders met zo'n flinke spaarpot of beleggingsportefeuille moeten betalen over het rendement op hun vermogen. Morgen heeft de Tweede Kamer het over die uitspraak. En dat kan grote gevolgen hebben. En dat zit zo. Je inkomen uit sparen en beleggen geef je op in box 3. Iedereen met een behoorlijke spaarpot of beleggingsportefeuille betaalt daarover hetzelfde belastingtarief, ongeacht het rendement dat je hebt behaald. Dat komt omdat ze bij de Belastingdienst rekenen met een fictief rendement. Nou, een voorbeeld. Stel je bent alleenstaand en hebt een vermogen van 75.000 euro. Over de eerste 50.000 euro hoef je sinds 2021 geen belasting te betalen. Die is vrijgesteld. Nou, blijft over 25.000 euro. Bij een vermogen van 50.000 euro tot 100.000 euro gaat de Belastingdienst er op dit moment vanuit dat je een rendement behaalt van 1,9 procent. Boven de 100.000 euro rekenen ze met een hoger fictief rendement, omdat de fiscus ervan uitgaat dat je dan meer belegt. Maar goed, die alleenstaande uit het voorbeeld valt dus binnen die 1,9 procent. 1,9 procent van die overgebleven 25.000 euro is 475 euro. Daar betaal je vervolgens 31 procent belasting over. En in totaal moet die alleenstaande met 75.000 euro vermogen dus 147 euro overmaken naar de fiscus. Een prima deal, als je flink rendement hebt behaald op de beurs. Maar wie dat geld vooral heeft gespaard, betaalt eigenlijk veel te veel. Want van de spaarrente is de laatste jaren helemaal niets meer over. Je zie het dalen. En soms is hij zelfs negatief. Je verdient dus helemaal niets met je spaargeld. Maar daar gaat de Belastingdienst met een rendement van 1,9 procent wel van uit. Ja, en dan was dit rekenvoorbeeld nog uit 2021. In de jaren daarvoor lag het fictief rendement waar de Belastingdienst mee rekent, zelfs nog hoger. Veel spaarders vinden het behoorlijk oneerlijk wat de Belastingdienst doet. De Bond van Belastingbetalers noemt het zelfs onteigening van spaargeld. En de Hoge Raad is het daar dus min of meer mee eens. De overheid heeft spaarders benadeeld, zeggen ze. In 2017 en 2018 was het fictieve rendement van de fiscus echt veel te hoog. Veel Nederlanders betaalden daardoor meer belasting dan eerlijk is, vindt de Hoge Raad. Nou, en die uitspraak die sloeg hier bij het ministerie van Financiën in als een bom. Ambtenaren die werken een slag in rond om te bepalen wat er nu moet gebeuren. Zo zou het belastingtarief flink omlaag kunnen, om meer in lijn te zijn met het echte rendement. Maar ja, dat is een dure exercitie. Jaarlijks is de opbrengst uit box 3 tussen de 4 en 5 miljard euro. Nou, en er moet compensatie komen voor een deel van de belastingbetalers. Maar de vraag is: hoeveel? Krijgt iedereen die te veel betaalde geld terug of alleen het deel dat bezwaar gemaakt heeft? Nou, Tot dat duidelijk is, valt er voorlopig geen aangifte box 3 op de deurmat. En hoe dan ook, gaat er binnenkort minder uit deze spaarpot naar de fiscus. Vond je deze video nou interessant? Meer van onze video's vind je in de app van RTL Nieuws.